Ik ben Bernadette Leidekkers. Ik werk en woon in Maurik. Ik heb daar mijn atelier. Ik werk zo'n 35 jaar in de beeldende kunst. Hoofdzakelijk maak ik schilderijen, maar daarnaast werk ik in brons en in steen. Ik speel in een big band en heb een eigen kwartet. Mijn grote passie is fotografie. En ik noem dat zelf camera paintings. Het lijken dus schilderijen, maar het is toch fotowerk wat bewerkt is en op diebond of op doek geprint wordt. Ja, een dag heeft toch 24 uur? En ik heb niet zoveel slaap nodig, dus ja, ik ben heel veel bezig. En ja, het is heerlijk om te doen. Het is vooral geen straf. Als ik eenmaal start met een schilderij, dan ga ik een avontuur aan. Het is een soort ontdekkingstocht van reageren op wat er al staat. En er gaan ook mooie stukken weer weg, gewoon omdat ik het op dat moment nodig vind. Dus ook het moment dat je moet stoppen, moet je steeds bekijken van wanneer is het goed. Mijn werk, mijn schilderijen, het kenmerk daarvan is denk ik wel de dynamiek, de levenslust die daarin zit. En ik vind eigenlijk het grootste compliment als mensen na 10 jaar zeggen van ik geniet nog altijd van jouw werk. Ja, ik ben altijd bezig met dingen maken en aan het scheppen als het ware. Dat is iets wat in je zit. Als ik oud zou worden, dan hoop ik dat dat nog steeds een onderdeel van mijn leven zal zijn. En dat ik nog steeds zal schilderen of wat dat dan op dat moment ook zal zijn. Maar ik hoop dat dat scheppende wel altijd blijft, want dat houdt je ook fris. En nou ja, ik hoop ook levendig en jong.